Onrust op Curaçao. Geweld en intimidatie tegen politici aan de vooravond van de verkiezingen. We spreken met de omstreden oud-premier Schotten, die Nederland beschuldigt van het plegen van een staatsgreep. Zelf zou hij nauwe banden hebben met de maffia. Sorry? Verder in Brandpunt, het circus Holleder. Hoe een gevreesde crimineel het knuffeldier werd van de media. Of het leuk vinden of niet, maar de duivel treedt vaker op in boeken en films dan onze lieve heer. En in KRO Brandpunt, het Vaticaan zint op een nieuwe kruistocht om ons, van God afgedwaalde West-Europeanen, terug te winnen, te herkerstenen. Een reportage die zich beweegt tussen Rome en Nijmegen. Tussen het verlangen naar een nieuwe Latijnse lente en de totale leegte van een verdwenen katholieke wereld. Dit is een nieuw element geïntroduceerd in de Curaçaose politiek. Dit is Curaçao 2012. Ja. Dit is politiek, dus politiek 2012. Onrust op Curaçao. De spanning loopt op aan de vooravond van de verkiezingen. Politici worden bedreigd met geweld. Hij probeert me zo'n beetje te intimideren. Dit is gewoon intimidatie. Ja, we zijn voor me aanrijden en op een gegeven moment werden we omsingeld door een stuk van 50 of 60 man. En een premier die naar huis wordt gestuurd, maar weigert te vertrekken. Vervolgens beschuldigt hij Nederland van het plegen van een staatsgreep. Lo que está sucediendo hoy es un golpe de estado en el intento a parar las elecciones del 19 de octubre aquí en Curaçao. We spreken de omstreden oud-premier Schotten, die nu zelf in verband wordt gebracht met de Italiaanse maffia. Sorry? U gelooft hier dus niet van. Ik weet wat de waarheid is. Wat is de waarheid? De waarheid is dat er helemaal geen maffia hier verbonden is met Schotten. Goedemorgen. Goedemorgen. Willemstad, eerder deze week. Het partijkantoor van Gerrit Schotten, de man die tot voor kort premier van het eiland was. Goedemorgen. Wij zijn van de Nederlandse televisie en op zoek naar meneer Schotten. Schotten is er nog niet. Is het een idee als wij om 12 uur terugkomen? We spreken een medewerker. Er zijn twee vrachtauto's in de fik gestoken. De beschuldigende vinger wordt naar uw partij uitgestoken. Nou, we moeten iets zoeken, weet je, omdat een opiniepeil heeft daar wel goed voor. Ja. Dan moeten ze, weet je, een beetje modder gooien op die partij. Maar dus... u heeft er niks mee te maken. Nou, ja. Dan belt de woordvoerder. We kunnen Schotten later die dag interviewen. Op het eiland doen veel negatieve verhalen de ronde over de oud-premier. Allemaal roddel en achterklap, zegt Gerrit Schotten. Hier op Curaçao, weet u wat ik doe? 10 dagen praat ik slecht over u nou, en de 11e dag is de leugen de waarheid. Oké? Okay? U kent het land niet. U kent het niet. Willemstad, eerder deze week. Dit zijn beelden van een bewakingscamera van de Kortijn ijsfabriek. Het is 2:55 als er ineens een man het terrein opkomt. Niet veel later vliegt er een vrachtwagen in brand. Hoeveel gulden aan schade is dit? Nou, dit is behoorlijk. Je praat over tonnen. Dien Rozier voorziet met zijn fabriek het hele eiland van ijsblokjes. Hij was parlementariër voor de partij van Gerrit Schotten. Een paar weken geleden stapt Rozier met een collega uit de fractie. Hij heeft geen vertrouwen meer in Schotten. Ik had het gevoel, jongens, dit gaat fout. We moeten eventjes ophouden. Laten we even teruggaan naar het volk. Rozier wordt gezien als een verrader, want door het opstappen verliest Schotten de meerderheid in het parlement en moet zijn kabinet aftreden. Dit is wat hij is. Dit is wat hij is? Dit is wat hij is. U legt een direct verband tussen de heer Schotten wat dat betreft en het uitbranden van uw vrachtauto's. Ja. Wat is een ernstige aan het eigenlijk? Ja, maar het punt is, dit is een intimidatie en hij denkt dat, mijn hart klopt niet voor hem. Er is nu brand gesticht bij het bedrijf van de heer Rozier. Ja, bij ons is er gestolen, bij hun is, ja, inderdaad. Maar ja, daar hebben wij in ieder geval niets mee te maken. Meneer Rozier zegt van wel, hij beschuldigt u direct. Ja, dan moet dat naar voren komen. Dus, dat is een grote beschuldiging. Ja, ja. Het zijn punten, ik heb geen tijd voor Rozier. Ik heb tijd voor mijn volk. Viva! Viva Curaçao!
Twee jaar geleden wordt Curaçao een zelfstandig land binnen ons koninkrijk. Gerrit Schotte is de eerste premier van het nieuwe land. Een man van het volk. Een nieuwkomer ook. Die belooft het allemaal anders te gaan doen. Het was een zeer dynamieke persoon. Een soort persoon met, laten we zeggen, veel feeling voor technologie. Hij introduceerde onder andere de Twitter, de Blackberries. Met de komst van Schotte ontstaat er een felle tweestrijd op het eiland. Tussen het kamp van Schotte en het kamp van deze vrouw, Emily de Jong Elhagen van de PAR. De partij die twee jaar geleden voor het eerst sinds lange tijd de macht moest afstaan. Ze maken elkaar zwart. Terecht ook altijd? Niet terecht, niet terecht. Maar het is wel zo dat een gedeelte van wat de ene groep A van groep B zegt, dat daar natuurlijk wat in zit. Maar vice versa is het ook zo dat wat B zegt, dat het daar natuurlijk ook wat in zit ten aanzien van groep A. Het is niet zo dat één van de groepen het grote gelijk heeft. Op het partijkantoor van de PAR ontmoeten we parlementskandidaat Yasser El Ayoubi. Ja. Goedemorgen. Eerder deze week rijdt hij in zijn campagneauto naar huis. Is dat de auto waarmee het mee gebeurd is? Ja, dat is de auto. Achterin zit zijn zoontje. Onbedoeld belandt El Ayoubi in een demonstratie van aanhangers van Gerrit Schotte. Hij wordt klemgezet. Hier was het? Hier was het, ja. Waarom was het intimiderend? Eén, het was een grote groep. En er waren ook geen volwassenen, geen leiders. En die kwamen ook dan tegen de auto drukken en met hun achterwerk tegen de auto shaken en dergelijke. Dan werden we ook met waterflessen gegooid, volle waterflessen van drinkwaterflessen. En ik stond tussen de deur en de auto met het zicht op de kereltje die daarachter zat. En hij was helemaal geschreeuwd met gejank. Het was echt een, het is gewoon terreur tegen een kind, laat me het zo stellen. Zo was het. Hij heeft ze domme apen, domme negers genoemd. Dan kan je begrijpen waarom op een gegeven moment er een hetze ontstaat op straat. Maar ja, toen wij aankwamen, hebben wij dat proberen te pacificeren. En dat, hij zegt dat ook weer opnieuw, en ik spreek alleen maar namens hem. Hij zegt, dat was niet zo. U was wel aanwezig, maar uiteindelijk heeft hij zichzelf moeten bevrijden uit die groep. Jawel, ik moest vaak praten met die groep, maar die waren echt boos. En toen ik daarna hoorde wat hij ze allemaal heeft genoemd, ja, dan kan ik dat ook begrijpen. Een belachelijke beschuldiging, zegt El Ayoubi later. Hij heeft niet gediscrimineerd. Het past allemaal binnen het politieke klimaat van Curaçao. Verdachtmakingen, brandstichting en intimidatie. De verhoudingen op het eiland zijn verziekt. Politiek wordt altijd persoonlijk, bedoelt u hier? Het wordt persoonlijk. Het wordt persoonlijk. Het is een klein eiland. Op een gegeven moment inderdaad, het wordt persoonlijk. Vandaar. Daar komen we. Als nieuwkomer Gerrit Schotte twee jaar geleden aantreedt, komt er al snel belastende informatie over hem naar buiten. Vonnissen uit een ver verleden bijvoorbeeld, waaruit blijkt dat hij twee keer is veroordeeld voor creditcardfraude. En een document van de Veiligheidsdienst duikt op. Daarin wordt Schotte in verband gebracht met valsheid in geschriften, dubieuze geldstromen en illegale activiteiten. Allemaal onzin, zegt Schotte nu. Dus als ik u goed beluister, zegt u... als het gaat om die negatieve berichtgeving, iedereen liegt, ik heb niks te verbergen. Ik heb niks te verbergen. En de rest liegt. In het geval van verbergen heb ik niks te zeggen. Nou ja, als we dus al die aantijgingen door zouden lopen, dan geldt voor punt, het is niet waar, het is niet gebeurd, het is roddel, het is achterklap. Er wordt van alles gezegd. Ik kan niet volgen wat er allemaal gezegd wordt. Deze week lekken er weer vertrouwelijke documenten uit. Ze tonen aan dat Schotte vorig jaar een Italiaanse zakenman een prestigieuze overheidsbaan wilde aanbieden. Maar deze man zou betrokken zijn bij de Siciliaanse maffia en de internationale drugshandel, schrijft de Nederlandse ambassade in Rome. Hoeveel krijgt u? Schotte wordt nu direct in verband gebracht met de maffia. Het lijkt een doodsteek. Oké. Okay, thank you. Alright. Want jullie begrijpen het niet. Ja. Jullie begrijpen het niet. U heeft het einde verhaal niet. Heeft u het einde verhaal? Nee, wat laat ik het dan? Heeft u het einde verhaal? Nou, ik weet niet wat er ja dan... Of nee? Dan, ja of nee? Heeft u de laatste brieven? Ik weet niet wat u daarmee bedoelt. Dus nee, heeft u de laatste brieven? Schotte kiest voor de aanval. De Nederlandse ambassade verspreidt roddels en kranten schrijven het klakkeloos over. Hij heeft een recentere brief van de Italiaanse regering. En dat brief vertelt aan ons
dat uit de dossiers van de ministerie van Binnenlandse Zaken en die van Buitenlandse Zaken het een persoon is van onbeschreven dossier. Geen strafblad dus. Maar inmiddels staat de Italiaanse zakenman wel op de Interpol-lijst van gezochte personen. Het feit dat hij ook op de Interpol-site staat? We hebben die persoon niet gebruikt voor geen enkele functie. Het punt is, deugdelijk bestuur, je laat vragen aan de instanties die jouw antwoord kunnen geven. En dat hebben wij gedaan via de minister van Binnenlandse Zaken van Italië. Maar meneer Schotten, u heeft dus tegenstanders in de politiek. U heeft tegenstanders bij de kranten. U heeft tegenstanders in Nederland. U heeft tegenstanders binnen uw eigen veiligheidsdienst. Het lijkt alsof we een gootmijn hebben hier op Curaçao. Hè? Mensen vechten om dat te verdedigen. Hè? Volgens Schotten is het allemaal zwartmakerij van de oude machthebbers. Die kunnen hun verlies van 2 jaar geleden niet accepteren. Maar wat hebben die tegen u? Dat zij nu niet de macht hebben. Maar waarom is het een strijd die met zo'n enorme felheid gevoerd wordt? Want ik leef niet na hun agenda. Ik leef na de agenda van het volk. Heel simpel. Dat is de strijd voor de macht. Een machtsstrijd die steeds grimmiger lijkt te worden. De interim premier moet de rust herstellen, maar die maakt zich grote zorgen. Dank u wel. Welkom. Dat we met u mogen spreken. Nou, het is zorgelijk. De toonsoort, andere mensen kwaad bejegenen. Ophitsend misschien? Wat zegt u? Ophitsend. Ophitsend, opruiend, ja. 2 weken geleden escaleert de situatie. Het parlement heeft geen vertrouwen meer in premier Schotten. Maar die weigert te vertrekken en spreekt over een staatsgreep door Nederland. Dus u vond dat geen te groot woord, het woord staatsgreep? Te groot? Het is wat er is gebeurd. En wanneer iets gebeurt dat degene die hier op het eiland de regels moet respecteren dat niet doet, dan moet je dat gewoon laten. Dat moet klinken op de internationale platform. Als je even stilstaat bij wat voor schade dat aangericht heeft aan het imago van Curaçao, dan kan je niet anders concluderen dat dat een zeer, zeer, zeer slechte beslissing was. Stel dat u weer premier wordt. Dan moeten we toch ook weer een hand geven aan de Nederlandse premier en de Nederlandse minister. Ja, dan moeten we aan tafel zitten en we moeten elkaar respecteren. Maar hier moet er gezegd worden tegen elkaar? Hier kiest het volk van Curaçao voor degene die hun land regeren. Niet de Nederlandse politici, moet zich niet mee bemoeien. Vrijdag zijn er verkiezingen. Er staat veel op het spel, want de situatie is nijpend. Curaçao staat aan de rand van de financiële afgrond. Kijk, jullie geven zoveel geld aan Griekenland en Afrika en Santo Domingo en die dingen. En wij zelf krijgen niks van jullie. Jullie geven miljarden aan Griekenland dat jullie het nooit meer zal terugkrijgen. Dus dan kan een bedrag naar Curaçao er nog wel bij? Ja, toch.